Konijnenopvang Frankie in Tivoli zit zo vol met gedumpte konijnen dat er tijdelijk geen nieuwe dieren meer kunnen worden opgenomen. In Eindhoven zijn genoeg plaatsen waar wilde konijnen lopen. En dan denken ze, oh, daar kan een tam konijn bij. En die pleuren ze daar dan bij. Of gewoon letterlijk hok openzetten. Oh, Flappy is weggelopen. Lisbeth Sonnier van konijnenopvang Frankie heeft geen goed woord over voor de mensen die tegen de zomervakantie op een makkelijke manier van hun knaagdier af proberen te komen. En bijvoorbeeld hier in Stratum bij het Rendingveld, die parkeerplaats. Daar krijg je regelmatig meldingen. En ze zwiepen het over het hek van een bokkentuintje en dat soort dingen. Ja, we hadden zelfs een konijn die van de ellende. Ja, die heeft dan toch die kolles, heet dat met een moeilijk woord. Die draait in de rondte omdat ze ziek is. En die hebben ze gewoon in een doosje in het bos gezet. Dus die was eigenlijk gedoemd om zo dood te gaan, langzaam maar zeker. De kinderen kijken er niet naar om. Dat is de meest gehoorde smoes. De tweede smoes is, we zijn allergisch geworden. En heel soms zeggen ze van, het was toch niet echt slim van ons wat we gedaan hebben. Maar dat is bijna nooit. Het dumpen van die niet zo slimme aankoop zorgt normaal gesproken al voor tientallen tamme konijnen op straat. Maar dit jaar houdt de vakantiepiek wekenlang aan en zit de konijnenopvang voller dan ooit. Tijd voor harde maatregelen. We zijn gesloten voor dumps in ieder geval. En we hebben een paar keer zelfs ook moeten overleggen met een opvang in Moergestel. Van, kunnen we in ieder geval uitruilen? Hebben jullie te veel mannen? Hebben wij te weinig vrouwen? Enzovoorts, enzovoorts. Zo hebben we een beetje geprobeerd op te lossen. We werken samen. Als de een meer plek heeft, dan nemen we mekaars konijnen over. En zo dat allemaal. Om het voor eens en altijd duidelijk te maken, volgt er hier nog een hartig woordje gericht aan de konijnendumpers. Ja, hou eens op met de achterlijke gedump in het bos en parkeerplaatsen. En ben je van de pot gerukt? Als je een dier hebt, dan zorg je daarvoor en dan zorg je er goed voor. En als je het niet meer wil, dan betaal je gewoon bij een opvang afstandsbedrag, maar je zet ze niet in het bos. Mensen die van hun konijn af willen, zullen dus een andere oplossing moeten zoeken.